Welkom bij deze derde aflevering van Novum. En vandaag hebben we het over contante betalingen. Dat doen we iets anders dan de vorige keren, namelijk online. Maar we doen het wel met twee leuke sprekers, namelijk Jan Vlug en Jeroen Soeterman. Allebei strafrechtadvocaat. Maar misschien, Jan, mag ik jouw vraag jezelf even voorstellen? Ik ben Jan Vlug, advocaat strafpleiter in Deventer en portefeuillehouder strafrecht in de Raad van de Orde Overijssel. Dankjewel, Jeroen. Jeroen Soeterman, strafrechtadvocaat in Amsterdam. Daarnaast voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Dankjewel. Ja, we zijn hier eigenlijk omdat Jan graag eens van gedachten wilde wisselen over dat thema contante betalingen. Ik ben zelf civilist, ik heb er niet zoveel of eigenlijk geen ervaring mee. Maar ik begreep de regelen eigenlijk altijd zo, Jan, als een vrij eenvoudig, namelijk tot 5000 euro is het eigenlijk prima om contante betalingen te ontvangen. Ja, dat is dus niet zo. De regel is geen contante betaling en tot 5000 euro kun je het aannemen, maar loop je het risico dat de deken achteraf zegt van dit had in dit geval niet gemogen. En boven de 5000 euro moet je vooraf met de deken overleggen. Nou, in de praktijk blijkt dat dat een regel is die heel verkeerd wordt geïnterpreteerd. Heel veel advocaten denken ja, tot 5000 euro niks aan de hand. Terwijl er toch meerdere uitspraken van de Raad van Discipline en ook van het Hof van Discipline liggen. Die zeggen nee, afgezien van een eigen bijdrage op de toevoeging en zeer uitzonderlijke omstandigheden. En dan moet je echt denken aan iemand in een ellendedoek in het bos in Congo. Zeer uitzonderlijk, dan mag je contante betalingen aannemen en anders niet. En ik vind overigens dat die regel nog wel wat scherper geformuleerd zou kunnen worden. Omdat ik vind dat wij maar eens af moeten van al die witwasverdenkingen die iedere keer, met name in de media, weer bovenkomen. Advocaten die zich laten bedelven onder crimineel geld, daar moeten wij vanaf. Ik denk dat ik begrijp wat je zegt, maar Jeroen zou hier natuurlijk niet zijn als hij het helemaal met je eens was. Dus Jeroen, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, het is Jan ten voeten uit als advocaat dat die uitspraken van de Raad en Hof van Discipline een eigen interpretatie geeft. Ik zie dat wel wat anders. Ik zie dat wel wat anders omdat ik vind dat we ervan uit moeten gaan dat elke advocaat, en dat zijn er 17.000 in Nederland, te vertrouwen is. Zorgvuldig omgaat met zijn financiële huishouding en zich aan de regels houdt. Die regels zijn helder. Uitgangspunt is giraal. En als sprake is van bijzondere feiten en omstandigheden, kan het inderdaad tot 5000 euro in ontvangst worden genomen zonder contact met de deken. En dat is een uitstekende regel die denk ik recht doet. Aan de ene kant de financiële belangen van de maatschappij, voorkomen van witwassen. Maar aan de andere kant ook gewoon de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid die elk advocaat heeft. En eigenlijk om meteen tot de kern te komen van waarom wordt gezegd door Jan, we moeten hier wat aan doen. Hij heeft het over problemen in de praktijk en een witwasverdenking vanuit de media. Ik zou er juist voor willen waken dat we door dat externe iets van ons vinden, iets van ons denken, want dat blijven ze toch altijd wel doen, dat we daarom onze regelgeving gaan aanpassen. Heb je er ervaring mee in de praktijk, Jeroen, contante betalen? Ja, die heb ik. Die was vroeger meer dan tegenwoordig, want het heeft zich ontwikkeld. Maar het gebeurt nog dat mensen contante bedragen betalen of dat aanbieden. Wij vergewissen ons dan of sprake is van bijzondere feiten en omstandigheden. Als die er niet zijn, dan weigeren we dat. En als die er wel zijn, dan kunnen wij tot een bepaald bedrag aannemen. Maar die bijzondere feiten en omstandigheden, die kun je in heel veel gevallen gewoon niet checken. Mensen zeggen ja, ik ben bang voor beslaglegging. Nou, volgens de Hof van Discipline is dat al onvoldoende om contant geld aan te nemen. Hoe ver strekt je onderzoeksplicht als advocaat? Mensen verzinnen van alles waarom je dat contante geld aan zou moeten nemen. Ja, ik doe dat dus gewoon helemaal niet meer. En ik heb nog geen enkele keer, ik heb dat sinds kort, want ik heb het misverstand waar we mee begonnen zijn, dat heb ik ook heel lang gehuldigd. Maar daar ben ik mee gestopt, ik denk een jaar of anderhalf geleden. En zonder enige uitzondering hebben al die mensen die contant wilden betalen, die hebben er een gerade betaling van gemaakt, geen enkel probleem. En dan heb je dus helemaal, dan kun je ook als advocaat, loop je helemaal nooit meer risico onder de huidige regelgeving. Jeroen Brouwer, Jan, destijds de deken in 2005, zei ja, als we bij de bakker voor het puddingbroodje niet hoeven uit te leggen waarom we contant betalen, waarom doen we dat dan bij de advocaat wel? Nou, dat is misschien een wat korte bocht. Maar wat ik Jeroen ook heb horen zeggen, is dat jouw visie op deze situatie, misschien ook wel eens ingegeven door de ontwikkeling in de maatschappij, misschien ook wel druk uit de media. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, het is niet zozeer de druk uit de media, maar ik ben, zeg maar, die verdenking die voortdurend opkomt, die komt overigens niet alleen vanuit de media, maar die komt bijvoorbeeld ook iedere keer vanuit het Openbaar Ministerie. Daar worden ook voortdurend advocaten, die worden min of meer in het zonnetje gezet, als zouden zij op grote schaal contant en dus van misdrijf afkomstig geld aannemen. Ik vind dat we dat hele risico niet meer moeten lopen. Ik wil zelf ook het risico niet meer lopen dat ik van misdrijf afkomstig geld aanneem. En dat leidt in de praktijk voortdurend tot allerlei rare situaties. Hè. Komt iemand met een Rolls Royce voor de deur en die wil een toevoeging. Dan kun je zeggen van nou ja, god, hij komt daar kennelijk voor in aanmerking. Hij rijdt wel in een Rolls, maar ja. Nou, dan ben je misschien wel de Raad voor de Rechtsbijstand aan het oplichten. Als hij zelf betaalt, dan denk je van ja, de man heeft geen inkomen. Hij is bij de Belastingdiensten niet bekend, rijdt in een Rolls Royce. Dus dat zijn allemaal die omstandigheden waar je een beroep op zou kunnen doen, die je helemaal niet kunt, die kun je helemaal niet. Je bent geen detective, je bent geen financieel brein. En zover moet het ook helemaal niet hoeven gaan. Dus ik zeg, laat dat nou allemaal achterwege. Maak gewoon de regel, geen contante betalingen. Tenzij toestemming van de deken vooraf. Dus bel dan van tevoren met de deken. Want die uitspraak die ik noemde van het Hof van Discipline, dat ging overigens over 2000 euro in een familierechtszaak, als ik het wel heb. Echt geen torenhoge bedragen. En dat wordt wel degelijk klachtwaardig geacht. Daar had ook die advocaat een heel verhaal bij, maar die krijgt toch een waarschuwing of een berisping. Dus je bent dan ook zelf als advocaat gewoon gedekt. Vooraf toestemming, prima. Geen toestemming, dan niet. En dat hoeft niet van de deken te zijn. Dat kan ook van de financiële unit van de orde bijvoorbeeld. Ja, Jeroen. Ik kom zelf uit een koopmansfamilie. En wat Jan suggereert is, contant geld is eigenlijk altijd verkeerd. Ik zet het even scherp neer, Jan. Dat is niet iets waar ik mee opgegroeid ben. Tegelijk, wanneer is de laatste keer dat jij meer dan 1000 euro contant in je zak had, Jeroen? Ja, dat is lang geleden. Want ik doe veel via de PIN. Dus dat is ook niet, denk ik, waar het hier om gaat. Wat ik eigenlijk, waar ik moeite mee heb vanuit het perspectief van Jan, is dat ik vind dat hij eigenlijk onze beroepsgroep criminaliseert. Omdat er betoogd eigenlijk wordt dat wij bijdragen aan witwassen. En ik hoor Jan net zeggen, ik wil geen geld meer ontvangen dat van misdrijf afkomstig is. Maar dan vraag ik me af, waarom doe je het dan wel giraal? Want laten we reëel wezen. We hebben geen enkel idee of het girale geld wel wit is. Het enige verschil is dat wij kunnen laten zien van welke bankrekening het afkomstig is. Als dat het principe is, ik wil geen geld meer dat mogelijk van misdrijf afkomstig is, dan moet denk ik alleen maar financiële rechtsbijstand worden verricht. En ik kan me eigenlijk wel vinden in die vergelijking die Deken in 2005 al maakte, in zoverre dat ik me afvraag waarom de verantwoordelijkheid voor de advocatuur groter moet zijn dan bijvoorbeeld hier om de hoek de horlogewinkel. Want als hier iemand met 4000 euro contant naar binnen loopt en mij wil betalen voor zijn strafzaak, ik noteer wie hij is, ik geef hem ontvangstbevestiging, ik schrijf op in mijn boekhouding van wie ik het heb ontvangen, het gaat naar de boekhouder toe en als de deken een onderzoek komt doen, dan ziet hij dat allemaal. En als hij met die 4000 naar de horlogewinkel gaat, betaalt die 4000, krijgt een horloge en loopt weg en niemand weet ooit wie het gekocht heeft. Ik zie niet in waarom wij een grotere verantwoordelijkheid zouden moeten hebben dan al die andere zaken die ook met contant geld omgaan, juist omdat er al zoveel controle is. Ik zou nog één ding daar aan toe willen voegen. Er wordt geschetst nu dat het een heel groot probleem is en er wordt weer verwezen naar het Openbaar Ministerie en de manier waarop advocaten worden neergezet. Maar 10% van de kantoren wordt elk jaar gecontroleerd door de deken. Ik zie bijna geen dekenbezwaren over die contante ontvangsten, terwijl dat toch, als het een groot probleem is, ook daar naar voren zou moeten komen. Dus ik heb het idee dat er een oplossing wordt gezorgd voor iets dat geen probleem is. Ja. Nou, daar wil ik nog even. Eerst dat criminaliseren van advocaten. Daar reageer ik natuurlijk nogal geprikkeld op. Dat wil ik juist niet. Ik wil juist dat advocaten daar gewoon geen risico lopen. Hè. Schuld witwassen, daar maak je al heel snel schuldig aan. Hè. Als je weet dat iemand tot over zijn oren in de hennephandel zit en die wil met een of andere smoes, wilde jou contant betalen. Ja, het spijt me, dat neem ik niet aan. En ik vind dat collega's dat ook niet zouden moeten doen. Want je weet dat dat, tenminste, je zou moeten vermoeden dat dat geld gewoon van misdrijf afkomstig is. Dus dat moet je gewoon niet doen. En waarom moeten wij dat, zouden wij dat moeten weigeren? En moet de horlogeboer met zijn ordinaire horloge dat niet? Omdat wij advocaten zijn, omdat wij juist van meer onbesproken gedrag zouden moeten zijn dan zelfs de bakker op de hoek met zijn puddingbroodje.
Ik wil gewoon van dat gedoe af. Het komt gewoon regelmatig voor dat mensen van wie ik weet dat ze geen cent op hun naam hebben, die willen je bedelven onder het geld. En ik weet ook dat dekens geneigd zijn geweest de afgelopen jaren om allerlei contante toestanden toch maar weer met een waarschuwingje af te doen in plaats van er een dekenklacht van te maken. Dat moet ook afgelopen zijn. Ik vind juist dat dat heel hard doorgezet moet worden, met name in het strafrecht. Nog één dingetje. Kijk, ook in het civiele speelt het. Hè? En ook giraal speelt het. Waar ik ook problemen mee heb, maar dat valt buiten deze discussie. Ik heb regelmatig dat ik een rekening, een declaratie verstuur aan een cliënt in privé. En die wordt dan betaald door een of andere vage vennootschap op een warm eiland. Daarvan vind ik ook dat ik mij op het hoofd zou moeten krabben en me zou moeten vergewissen. Waar komt dat geld vandaan? Natuurlijk, Jantje mag de rekening van Pietje betalen. BV Jantje mag ook de rekening van Jantje betalen. Dat is allemaal waar. Maar als ik weet dat dat iemand is die tot over zijn oren in de misdaad zit. Dat is vaak zo. En ik krijg dat soort rare betalingen van rare vennootschappen ergens op de wereld. Daar zou ik ook vragen. Nu is daar volgens de regels niks mee aan de hand. Maar dat wil ik ook niet meer. Heb ik ook tegen cliënten gezegd, ik wil dat niet meer. En je betaalt mij van een rekening die op jouw naam staat. En dat doen ze dan gewoon. En als het dan nog verkeerd is, ja, dan steek je inderdaad de handen in de lucht en zeg je, ja, nou, ik heb gedaan wat ik kon. Is dat probleem niet gedekt door de one-liner vermoeden uit misdrijf afkomstig, Jan? Heeft dat te maken nou, met... Nou, nee, ik denk juist dat als je het giraal wordt overgemaakt, dan vindt de orde het allemaal prima. En de tuchtrechter ook. En dat vind ik ook, dat je daar ook eens naar zou moeten kijken. Want ja, het is natuurlijk een groot misverstand dat je alleen contant kunt witwassen. Ja, Jeroen. Ja, nou kijk, als we dan niet onze advocaten gaan criminaliseren, dan gaan we onze cliënten criminaliseren. In onze gevallen is dat vaak voorkomen terecht, Jeroen. Nee, maar kijk, er komen mensen bij ons die in bijzondere omstandigheden met contant geld willen betalen. En daar moeten wij zelf een afweging in maken. Laat die verantwoordelijkheid bij die advocaat. En kijk, ik heb lang geleden, maar dat weet ik nog wel, een keer gehad dat er een man bij mij kwam en die zei, ik wil u graag betalen, want ik heb zwart geld. Dat heb ik geweigerd. Als die man tegen mij zegt dat hij zwart geld heeft, dan zeg ik, ja, daar ga ik niet van betaald worden. Dat accepteer ik niet. Hè, dus als iemand zoiets bij je komt aanbrengen, vind ik dat je natuurlijk een alarmbel moet laten afgaan. Maar de mensen komen bij ons om juridische hulp en assistentie. En wij zijn daar vaak de enige in. We hebben 60.000 politieagenten, 5.000 medewerkers bij het Openbaar Ministerie en één advocaat die voor of achter, zo je wenst, die cliënt staat. En als hij dan ook nog daar moet gaan bedenken dat wij misschien een stap verder gaan en eigenlijk gaan melden wat er aan de hand is, als wij zelf het verantwoord vinden, dan vind ik dat te ver gaan. We moeten ons werk doen en dat houdt in zelf een afweging maken. Als het kan, dan kan het en dan gaan we verder. En als we... Maar daar loopt Jan als we zelfs Jan voorstelt, voor elk bedrag, contant bedrag, iemand moeten gaan benaderen. Nou, om te beginnen zal de regeldruk of de druk die dat legt op de dekenaten zal immens worden. Maar ik heb ook nog nooit een deken gehoord die dat een goed idee vindt. Ik denk dat er nog nooit een deken over nagedacht heeft. Ik denk dat wij er gewoon diep over na moeten denken hoe we dit probleem op gaan lossen. Hè? Om je een voorbeeld te geven van wat ik net zei, daar is ook tuchtrechtspraak over, zeg ik ook niks geks over. Een bepaalde vastgoedondernemer die is failliet, zijn vrouw is failliet, al zijn vennootschappen zijn failliet. Er is een paar honderd miljoen zoek. Die voormalige ondernemer zit in een ver buitenland en betaalt van daaruit een leger aan advocaten om hier allerlei procedures, civiele procedures, te voeren. Ja, dan denk ik, en dat is inmiddels ook gebeurd, heb ik begrepen, want de curator die heeft gezegd, hé, advocaten, wat jullie aan het doen zijn, dat is witwassen. Je moet er nu mee ophouden, want dat geld, dat hoort in de boedel en het hoort niet bij jullie. En daar heeft iedereen heel hoog en heel laag gesprongen, maar daar heeft uiteindelijk ook iedere advocaat, voor zover ik weet, op een enkele na zijn werkzaamheden beëindigd. Althans, de betalende werkzaamheden beëindigd. Want kijk, het is natuurlijk zo dat heel vaak willen ook mensen betalen terwijl ze in aanmerking komen voor een toevoeging. Terwijl ze ook, je kunt in dit land, laat het zijn hoe het is, maar de grootste en de zwaarste zaken worden nog steeds uitmuntend op een toevoeging gedaan. Ja, er zijn Sander Jansen en Robert Malevits die doen de zaak Holleder op een toevoeging. De betere verdediging kun je gewoon niet krijgen. En dus als iemand bij je komt die per se wil betalen, heb ik ook al gehad hoor, drugsjongens die per se willen betalen, heb ik gezegd, ik doe het niet. Ik wil het alleen op een toevoeging, anders doe ik het niet.
Ik wil dat geld niet. Ook giraal niet. Maar we hadden het over contant geld, hè? Nee, precies. Ik ben inderdaad even afgedreven. Ik zou nog wel iets even willen toelichten. Mm-hmm. Want als we kijken naar de VODA, hè, artikel 627, geeft hier betrekking op. Er zit ook een toelichting bij. Het is sowieso wel goed om op te merken dat bijvoorbeeld de betaling van een eigen bijdrage, die mag je contant ontvangen. Hè? En dat zijn mensen, daar kan ook best een situatie zijn, zoals Jan die schetst met een verdenking. Maar er wordt te kennen gegeven, ja, die mag je contant in ontvangst nemen. Dat is ook prettig hoor, want wij maken dat ook mee. Dat zijn vaak mensen die soms letterlijk met de losse euro's binnenkomen om het te betalen. Maar het is dus sowieso al niet zo zwart-wit. En dan zou je voor elke eigen bijdrage ook naar de deken moeten gaan. Nee, daar heb ik helemaal in het begin al van gezegd. Die mag je contant aannemen. Dat staat in de regel. Mag ik Jan, jou, want je zei we moeten hier diep over nadenken. Nou, dat is denk ik een goed idee. Maar zit er niet iets raars in de volgorde die je voorstelt? Namelijk, dat geldt voor zowel civilisten als voor strafrechtjuristen, strafrechtadvocaten. De volgorde der dingen is natuurlijk dat je wordt aangeklaagd, je wordt vervolgd, vervolgens word je verdedigd. En pas aan het eind van het verhaal wordt vastgesteld of je een boef bent. En jij lijkt te zeggen, ja, als je het vermoeden hebt dat je cliënt een boef is, dan is het al fout en dan houdt het daarop. En dat speelt ook voor civilisten. Ik zal daar overigens binnenkort een artikel over publiceren. We zien natuurlijk heel veel activiteit in de media waarin mensen echt worden geframed en zo worden kald gesteld financieel. En dan kunnen ze zich niet meer verdedigen. Ook niet in civiele zaken. Dat vind ik vanuit het advocatuurperspectief echt wel een zorgpunt. Hoe kijk jij dat tegenaan? Nou ja, dat is zo. Maar dat is juist een van de redenen waarom ik zeg, hou op met die contante betalingen. En sterker nog, ga toch eens wat kritischer kijken naar betalingen aan advocaten sowieso. In Noorwegen, ik ben ooit op een rogatoren commissie naar Noorwegen geweest. Daar hebben ze de regel dat alle verdediging in strafzaken, die moet op basis van een toevoeging. Advocaat mag de cliënt mag de advocaat in strafzaken niet betalen. Waarom niet? Omdat ze zeggen, ja, wij willen dat niet. Advocaten die worden bedolven onder crimineel geld. Dat zullen ze niet allemaal zijn, maar al is het maar die paar, dat willen we gewoon niet. En daar doet iedere advocaat doet iedere strafzaak op een toevoeging. Daar kun je ook voor kiezen. En daar is ook een heel ruimhartig toevoegingssysteem voor bedacht. Voor bijvoorbeeld, iemand wordt verdacht, zit in het buitenland, is nog niet aangehouden, heeft wel verdediging nodig. Dan krijg je in Noorwegen een toevoeging, in Nederland nog niet. Maar daar zou je dus ook met de Raad voor de Rechtsbijstand over moeten denken. Ik denk juist dat bij zou kunnen dragen aan een einde aan die criminalisering. Ik denk dat we ook een beetje uit de tijd lopen, want we hebben een gepassioneerd gesprek gevoerd. Dank daarvoor alvast. Jeroen, als er één ding is wat je echt nog kwijt zou kunnen, wat zou dat zijn? Dat we erop moeten vertrouwen dat wij advocaten zelf heel goed kunnen inschatten wanneer iets oké is en mag en wanneer het niet oké is. En dat moeten we absoluut zo laten. Jan, ook voor jou. Ik denk dus dat we dat niet kunnen. Ik denk dat we in heel veel gevallen dat niet doen en dus bepaalde risico's lopen. Risico's voor onszelf, tuchtrechtelijk, maar ook het risico dat je gewoon van misdrijf afkomstig geld aan het accepteren bent en dus aan het witwassen bent. Want de witwasregels gelden ook voor ons. Dank jullie wel voor dit interessante en ook leuke gesprek. En ook belangrijke gesprek zou ik nog willen toevoegen. Dit was deze aflevering van Novum, nummer 3. Volgende keer weer live. Dank voor het kijken.